Even over wat je gedaan hebt de afgelopen maanden, die training. Want je sjouwt af en toe rond met rugzakken met hoeveel kilo aan boord? Vorige week is het gewogen en dan had ik nog zonder munitie, voeding en mijn wapen. En dan was het 43 kilo. 43 kilo. Mag ik vragen hoeveel je zelf weegt? Of wil je dat er is een minimale eis, moet je 65 kilo zijn. En, ik ben nu wel wat afgevallen, want je slaapt ook weinig. Je hebt superlange dagen. Vorige week met de bivak heb ik in 5 dagen 10 uur geslapen. En dan loop je wel met alles. Dus je vraagt heel veel van je lijf. Ben je niet blij dat je er vanaf bent? Ik had het graag anders gezien. Toch? Ja, tuurlijk. Je begint ergens aan. En ik zit tenminste zo in elkaar dat ik graag dingen wil afronden. En de praktische problemen, of misschien zijn het geen problemen. Als je op missie bent, dan zit je met al die jongens. Ergens moeten voor jou aparte faciliteiten gemaakt worden, neem ik aan, als vrouw. Missies heb ik nooit meegemaakt. Nee. Nu zijn de dicties heel vaak nog op oefening. De maar wc's. Af en toe, maar af en toe heb je dat niet. En dan je slaapt met elkaar in een veilige plek, zeg maar. Die creëer je dan. En dan af en toe moet je een gat graven in het midden. En daar doet iedereen zijn behoefte. Hè? Ja, en daar zoek je wel een beetje tactisch uit dat er bomen omheen zitten of zo. Maar dat is wel een beetje gek in het begin. Ja, tot slot.